Oh, nee, oké, laat maar. Ik heb er geen zin meer in. Yo, kijkers van Mars, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Vorige aflevering hebben we heel veel cobblestone in een in 5 verschillende furnaces gedaan. Waardoor we dus heel snel heel veel cobblestone kunnen bakken. En dus meer stone bricks hebben. Waarmee wij binnenkort een leuk kasteel kunnen gaan bouwen. Tenminste, dat is het plan eigenlijk een beetje. En ik heb jullie vorige aflevering ook inzicht gegeven over waarom er afgelopen tijd geen video's online komen. En binnenkort misschien ook geen video's. Of in ieder geval minder video's komen. Dus mocht je dat willen weten, check dan zeker even de vorige aflevering. Daar leg ik alles uit over waarom er dus geen video's online komen. Ook heb ik gezegd dat ik door zou gaan praten over wat ik met mijn kanaal wil gaan doen. En dat is eigenlijk heel erg simpel. Ik wil door blijven gaan, ook na mijn eindexamen. Want ik zit nu dus in HAVO 5, voor de mensen die het nog niet weten. Ik zit in HAVO 5, ik ga dit jaar eindexamen doen. En na mijn eindexamen neem ik een tussenjaar, zodat ik kan werken. Want ik ben at the moment nog maar 15 en in oktober word ik 16. Dus dat is nog niet heel erg oud. En dat betekent dus dat ik nog tijd zat heb om te kunnen genieten van een fijn tussenjaartje. En dus heel veel geld kan verdienen voordat ik daadwerkelijk een studie ga doen. Want dat vind ik ook wel even fijn. Dat ik de studie die ik wil gaan doen ook daadwerkelijk een beetje met een ruim budget kan gaan beginnen. En natuurlijk wil ik een heleboel toffe video's voor jullie blijven maken. Dus dat ga ik ook zeker proberen om dat vol te houden. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat voorbereiding. Maar volgend jaar ben ik dus meer aanwezig, zeg maar. Ik ga heel veel werken natuurlijk, maar ik ga ook zorgen dat ik tijd vrij hou voor YouTube-video's maken. Wat ik dit jaar misschien wat minder had. Dus dat probeer ik volgend jaar in ieder geval meer te gaan doen. Want de afgelopen jaren was sowieso wel erg druk voor mij. Ik had het zowel druk met techniek dingen, waar ik overigens ook nog probeer mee bezig te blijven. Dan wel niet op school, maar dan ga ik het wel in mijn eigen bedrijfje proberen vol te houden. Dus dat komt ook wel weer helemaal goed. Maar dat betekent dus wel dat ik daar wat meer tijd in wil gaan steken. En dus ook YouTube video's maken. Aangezien ik gewoon thuis zit, kan dat wat makkelijker. Dus dan heb ik daar meer tijd voor. Dus ja, dat is een beetje waar ik van plan ben. En wat voor video's dat dan worden, zijn meer gewoon echt video's die ik eindelijk eens een keertje zelf wil gaan maken. Gewoon echt wat betere kwaliteit video's, een beetje meer tech talk, een beetje meer reviews enzovoort. En gewoon beter bewerkt, beter audio, beter video. Want ik probeer de afgelopen tijd wel wat dingetjes uit met verschillende camera's die we hier in huis hebben. Die ik dus ook mag gebruiken. En daar probeer ik gewoon wat mee uit om te kijken of dat een beetje werkt. En als dat niet werkt, ja, dan werkt dat niet. En dan moet ik zelf... Uiteindelijk zou ik zelf toch wel een camera moeten kopen. Want dan weet ik zeker dat dat allemaal voor mij is wat erop staat. En dat ik dus weet ik dus precies wat ermee gebeurt. En dat vind ik altijd wel fijn om daar een beetje controle over te hebben. Dus uiteindelijk zou ik toch wel een nieuwe camera moeten kopen. Maar goed, dat is dus voor later zorg een beetje. Maar daar probeer ik dus ook wat dingetjes mee uit. Gewoon een nieuwe, andere camera's. Zo kijken of daar wat beeldkwaliteit in omhoog gaat. En ja, dat is het een beetje. En geloof mij, het worden echt geen 4K video's of zo hoor. Want 4K dat is sowieso nog heel ver weg, vind ik. Je zou at the moment eigenlijk alleen nog maar voordeel hebben van een 4K camera. Zodat je ook daadwerkelijk de downsampling naar 1080p. Dus wanneer je dus een 4K beeld pakt en je gooit die weer terug naar 1080p. Dan ziet het er veel beter uit. Want 1080p is daadwerkelijk gewoon maximaal 1080 pixels. Op een verticale of een verticale lijn. Daar staat 1080p voor. Ik kan dat allemaal heel erg mooi gaan uitbeelden in Minecraft. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus dat is een beetje wat ik van plan ben. Maar 4K video's wordt hem dus niet. De enige reden waarom ik nu 4K zou gaan. Of zou willen gaan. Is om de downsampling beter te maken. En voor de mensen die niet weten wat downsampling is. Dan moet je toch echt eens een keertje wat meer. Ja. In 4K en zo gaan zitten. Jemig. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik moet even door deze cobblestone heen hakken. Gezien ik namelijk geen pickaxe meer heb. Dat is niet heel erg slim. Wacht even, ik pak even wat water. Want echt, ik heb last van mijn keel. Joh, niet normaal. Komt er maar. Even kijken.
Oké, het zal wel. Ja, dat was een scheerapparaat trouwens. Dan moest ik even wat van mij proberen. Water, sorry. Ah, lekker. Ah, heerlijk. Water doet mij goed. Oké. Ik was ergens over aan het praten en ik heb geen flauw idee meer wat. Dat is best wel slecht van jou, Marcel. Inmiddels zijn deze allemaal klaar. Hallo, steen. En nog meer steen. Een heel, heel, heel veel meer steen. Daar ook nog weer meer steen. Hoppakee. Dat worden allemaal leuke stone bricks. Ik heb er zin in, jongens. Zo, hoppakee. En dan ga ik eerst even zorgen dat ik misschien iets meer gold en iron en zo heb. Dus dat ga ik zo meteen eerst bakken met de... even kijken, hoe heet dat? Met natuurlijk de kool die ik heb gehaald. Dat woord zocht ik. Kool, ja. Oké, even kijken hoeveel cobblestone ik hier er nog bij heb. Ik heb dat er nog weer bij. Zo. En nog een stack. Zo. Is dat alles? Serieus? Oké, iron en gold. Dat zijn er ook aardig wat, zo te zien. Heb ik nog meer wat in de oven moet? Nee, hè? Daar nog iets? Nee, niet echt. Oké. Dan ga ik ook nog eventjes zorgen dat ik nieuwe coal blocks maak. Dat is ook belangrijk. Zo. Hoppakee. Er blijven nog 5 over. Oké. Dat betekent dus daar een coal block. En daar een coalblok. Ik heb gewoon bijna een... Oh nee, ik heb nog niet eens een halve stack aan gold. Sorry, ik had even valse hoop. Ja, dat is best wel jammer eigenlijk. Dit moet ik ook nog eens een keertje automatisch gaan maken. Maar dat komt allemaal wel, jongens. Binnenkort komt dat er echt wel allemaal aan. Want hoe kun je dit nou heel erg makkelijk automatisch maken? Eigenlijk heel simpel. Je hebt... Zal ik dit laten zien in Creative? Zullen we dat gewoon even gaan doen? Dan ga ik wel even in een andere wereld hoor. Maar weet je, ik doe dat gewoon YOLO. Oké, single player, create new world, Creative. En dan uittesten. Zo. Dan zie je wel niet super flat, maar dat maakt niet uit. Want, wat kunnen we nou gaan doen? Even kijken. Ik moet eigenlijk wel een klein beetje een vlak stukje hebben. Nou is... Daar is een heel mooi vlak stuk. Dit ziet er goed uit. Oké. Wat wij doen is wij pakken meerdere furnace. Zo. Dus furnie is het dan misschien. Ik weet niet. Ik weet niet wat het meervoud is van furnace. En hebben we nog meer nodig? Ja, we hebben rails nodig. Zowel normale als powered. En we hebben een minecart nodig. En vervolgens ook wat hoppers. En de redstone. En de repeater. Redstone torch. Lever. Ik weet niet eens of ik die redstone torch nodig heb trouwens hoor. Ik zou het echt niet weten meer. Het is alweer een poosje geleden dat ik dit gedaan heb. Oké. We beginnen met... Even kijken. Ik doe eerst die wel eventjes weg. Ik ben bijna zeker dat ik hem niet nodig heb. Dus... Laat ik hem ook maar eventjes zo. Ik zou dan 4 naast elkaar zetten. En dan vervolgens zet je daar hoppers onder. En die gaat naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Zo, oké. Wat je dan doet, is dan hak je hier dit eronder. Haal je eventjes weg. En dan kan dit trouwens wel weer terug. Zolang je zorgt dat dit ook een beetje weg is. En dan doe je daar. Doe je rails eronder. En daar moet het nog niet omhoog gaan. Dat moet hier pas weer. Zo, daar gaat het omhoog. En vervolgens... Oh ja, pistons hadden we ook nodig. Want wat je moet gaan doen, is je moet dus zorgen dat dit zo afgeblokt wordt. Zodat hij niet meer daar naartoe kan. Dat is een beetje het idee. Dus als je daar dan een powered rail van maakt.
Met dus een torch eronder. Zo. Blokje er bovenop. Power drill er tegenaan. En dan die ervoor. Alleen moest die dan van de andere kant komen. Ja, sorry jongens. Hij moet van deze kant komen. Dat was zo. Dus daar zetten we dan een resin torch neer. Zo, een blokje er bovenop. Power rail. Gewoon een rail. En dan een grasblok. Zo. Dan moeten we hier tegenaan hoppers zetten. En daar kunnen we dan vervolgens rails overheen laten lopen. En hetzelfde kunnen we daar bovenop doen. Zo. Hoppakee. Als het goed is. Ja, dat klopt. En daar kunnen we dan ook weer rails bovenop leggen. Alleen dan moet je wel zorgen dat ze niet met elkaar in contact komen. Dat is namelijk altijd vervelend. Dus daar zoiets neer. Zodat ze niet met elkaar in contact komen. Zo. En daar ook. Hoe ik dat trouwens doe, jongens, is je moet namelijk of shift ingedrukt houden. Bij mij is control. Ik heb mijn sneak op control gezet. Als je dan in de lucht zit en dus ook direct spatie inhoudt, terwijl je aan het sneaken bent, dan ga je dus niet omlaag en ook niet omhoog. Waarom doet hij dit? Dit is helemaal niet de bedoeling. Dit mag niet. Vaag ding. Nou ja, kijk wel of het goed gaat. Waarschijnlijk niet. Maar goed, daar komen we snel genoeg achter. Want als het nou... Oh, nee, oké, laat maar. Ik heb er geen zin meer in. Ik vertrouw het niet meer. Ik zoek dat nog wel eens een keertje uit in mijn... gewoon wanneer ik tijd heb, zeg maar. Dat is het idee er een beetje achter. Ja. Oh ja, natuurlijk schiet het niet op, Marcel. Je zit in een andere wereld te klooien. Ja, dat werkt niet. Ja. Maar goed, ik vind het wel weer mooi geweest eigenlijk. Ik heb er wel weer genoeg van gehad. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video. Zo ja, druk dan even op dat duimpje omhoog. Zou ik super chill vinden. Help je me ontzettend veel mee om gemotiveerd te blijven en dus meer video's te maken. Ik ben gewoon eerlijk erin waarom mij dat motiveert. Dus dan weet je dat ook. Hartstikke bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren en het knopje delen. Zou ik super chill vinden. En dan zie ik jullie graag binnenkort weer terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Bedankt voor het kijken en tot later.